gesprek van de dag gisteren en vandaag ook nog. In Oss komen 300 vluchtelingen in het belastingkantoor aan de Raadhuislaan te wonen. En dat staat al een tijdje leeg. En de gemeente Oss kreeg de vraag of er tijdelijk vluchtelingen een onderdak zouden kunnen krijgen. Nou, dat kan, zei de gemeente Oss gisteren. Hebben jullie daar lang over vergaderd eigenlijk? Nee, vrij kort. Want ja, kijk, het zit zo dat de nood in Nederland gewoon hoog is. Iedere opvang zit vol. En ja, COA doet het verzoek van, ja, we hebben echt nood. Het is de vraag van, gaan we mensen op straat moeten leggen of toch ergens onder dak. En jullie belastingkantoor staat leeg, mogen we dat gebruiken? Nou ja, maar ja, dan zit je als college bij elkaar, want jullie zaten, neem ik aan, gisteren als college van BNW bij elkaar. Ja. Gaat dan helemaal niet de mogelijkheid van nee over tafel? Wordt daar niet over gesproken? Nou kijk, het is niet dat het niet voorbereid wordt. Hè. We hebben de donderdag daarvoor, dus vorige week donderdag, uitgebreid gesproken met het COA en alle voor's en tegens op een rijtje gezet. En we hebben er ook een ambtelijke stuurgroep voor natuurlijk. Om te kijken aan welke voorwaarden moet het voldoen, wat zijn de randvoorwaarden, nou, enzovoort, enzovoort. Maar ja, die afwegend hebben wij, zeggen we ook van ja, natuurlijk zegt iedereen in Nederland, nou ik wou dat er helemaal geen vluchtelingen nodig, dat we niet hoeven op te vangen, dat er geen probleem was. Dat is er wel. En dan hebben we alles afwegend, ook de morele plicht om ze gewoon fatsoenlijk te huisvesten. Ja, en dan steek je je nek uit, want je hebt als gemeentebestuurder geen tijd om te overleggen met je bewoners. Daarover val je ze mee, hè? Dat kan eigenlijk niet anders, of wel? Nou ja, je overvalt ze mee. Kijk, we hebben een collegevergadering gehad. Na die collegevergadering hebben alle mensen een brief in huis gekregen. In die brief staat wat er gaat gebeuren. De feitelijke informatie, een e-mailadres waar nog vragen gesteld kunnen worden. Een e-mailadres waarbij je aan kunt melden dat je wilt helpen en dat er vrijdag een informatieavond is. Nou ja, inspraak is er niet. Nee, inspraak is er niet. Dit is trouwens het belastingkantoor, hè, in Oss. Ja, het ziet er nu wat desolaat uit, hè? Het is leeg, hè? Het zijn de overburen van jullie, hè? Het gemeentehuis zit aan de andere kant van deze straat. Het gemeentehuis zit precies aan de overkant, ja. Ja, dus je kunt een beetje in de gaten houden wat daar gebeurt. Zeker. Het grote gevaar is natuurlijk dat die mensen zich kapot vervelen als ze daar komen te zitten. Want ze zitten met, wat je zei, ze slapen met een aantal mensen op een kamertje en verder is er niks eigenlijk, of wel? Nou, het is zeker, kijk, als je mensen, die hebben een aantal dingen nodig, hè? Eten, drinken, een dak boven je hoofd en iets te doen overdag. Nou, daarvoor is het COA verantwoordelijk, ook voor recreatie en voor het maken van plannen, zullen we zeggen. Dus dat mensen iets te doen hebben. Maar daar kunnen ook Ossenaren en Osseninstellingen of verenigingen nog wel bij helpen. Door bijvoorbeeld te zeggen van, hey, is er een voetbalclub die zegt, laat ze twee keer in de week met een aantal mensen bij mij trainen. Nou ja, verzin eens wat. Is dat aanbod al binnen of niet? Van die voetbalclub misschien nog niet, maar er zijn tientallen mensen die via het e-mailadres waar ik het zojuist op had, Noem het nog maar even, dat e-mailadres. Ik vind de naam ook wel grappig. Ik wil iets doen voor vluchtelingen. Apenstadje Oss, geloof ik. Ja, zoiets is het, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En het nieuws is nu een dag oud. Wat vind je van de reacties zoals die tot ons gekomen zijn de afgelopen 24 uur? Ja, kijk, ik ben zelf vrij actief op Twitter, op Facebook. En ik heb er een blog over geschreven. En eigenlijk krijg ik alleen maar positieve reacties. Ook op de website van de gemeente. Daar krijg je eigenlijk hartverwarmende reacties en mensen die zeggen ik wil graag een steentje bijdragen. Tot mensen die vragen hebben van ja, hoe zit dit, hoe zit dat? Nou, allemaal begrijpelijk. Maar het schijnt dus inderdaad dat op de site van Omroep Brabant onder het nieuwsbericht ook wat minder positieve berichten, ja, staan. Ja. Ja. Nou, het moet je niet onbekend zijn dat, nee, er ook mensen zijn die niet blij zijn met vluchtelingen, toch? Nee, ik denk dat er, maar ze zijn er ook als je er niet blij mee bent. In Nederland. Ja. En je moet er iets mee. En je moet er iets mee. Dus, en we hebben gewoon met z'n allen de plicht om er dan, gegeven de situatie, het beste van te maken. Nou, het is in Oss wel een beetje een bijzondere situatie. Vaak worden vluchtelingen buitenaf gehuisvest. Hè. Je ziet het autotron, ja, afgelegen, niet zoveel omwonenden. In Oss is dat anders, want het belastingkantoor ligt tegen het centrum van de stad. Ja, ja, dat zeker. Kijk, het COA zegt al, alles wat wij hebben zit vol. En dan gaan ze kijken naar sporthallen, maar ook lege kantoorgebouwen bijvoorbeeld. En ja, een telefoontje met de Rijksgebouwendienst is snel gepleegd. En dan blijkt dat er een leeg gebouw in handen van de overheid leeg staat, zeg maar, in Oss. En ja, dan plaatsen we ze daar. Maar er komen straks 300 meeste jonge mannen te wonen met alle energie die daarin zit. Die gaan in de stad rondhangen. Dat kan ook fout lopen. Ja, als je het, nou kijk, dat zijn 300 mannen die eigenlijk rechtstreeks vanaf het bootje, om het maar oneerbiedig te zeggen, naar Oss komen. In eerste instantie hebben die ook behoefte aan rust. In tweede instantie, zij weten dat als ik hier in Nederland zou willen blijven, dan zal ik me gedijst houden en me goed gedragen. Er wordt door het COA een uitstekende begeleiding gegeven, ook woonbegeleiding. Er is ook beveiliging aanwezig, ook recreatie. En de bedoeling is, ik hoop dat daar, dat is in ieder geval voldoende, in de basis voldoende. En ik hoop dat Ossenaar verder ook kan helpen, want
Heeft OS nog voorwaarden gesteld? Heeft OS gezegd, heeft COA, oké, maar dan wel dit en dat? Zo willen we het. Nou ja, OS heeft natuurlijk gezegd, van, moet je horen, die opvang moet netjes zijn, die moet deugdelijk zijn, er moet beveiliging zijn, er moeten recreatiemogelijkheden zijn. Nou, al die dingen die jij nu eigenlijk noemt, die zijn met afspraken afgedicht. En je moet ook, er zijn voorbeelden van Zwolle en Goes, bijvoorbeeld, waar ook noodopvang is. En daar zijn eigenlijk geen klachten, hè? Er is in Goes, geloof ik, één klacht gekomen van een vluchteling die op de fiets over de snelweg ging. Ja, dat is niet goed. Maar als dat alles is, dan is het ook nog dat wel... Dat kun je niet goed praten. Nee, ik praat het niet goed mee, maar ik kan er wel mee. Dus het bestemmingsplan moet veranderd worden. Is dat makkelijk of is dat heel moeilijk? Zonder licht. Ja, zonder licht ook nog wel. Ja. Nee, het bestemmingsplan moet tijdelijk aangepast worden. En dat is eventueel radvoet in de aarde, maar dat is wel te doen schijnbaar. En daar heb ik verder helemaal geen verstand van. Maar dat schijnt in een aantal weken wel te kunnen. Ja, ja. En daarna mits aan voorwaarden voldaan. En daarna de verbouwing en daarna zijn ze welkom in OS. Precies. Dankjewel.